De zomervakantie is weer begonnen en dat kan maar één ding betekenen. Lekker veel tijd om te gamen. Wij hebben de 10 beste games met het beste vakantiegevoel voor je op een rijtje gezet. Zelfs als je op de bank of achter je pc zit, voelt het met deze games net alsof je aan het strand ligt. Dus smeer snel nog wat zonnebrandcreme op je smoel en dan trappen we dit lijstje lekker af. Delfino Island is misschien wel een van de bekendste fictieve vakantielocaties. Super Mario Sunshine is waarschijnlijk een van de eerste games waar je aan denkt bij dit lijstje. En ja, met een goede reden. Er is gezellige vakantiemuziek, zonnige stranden, pretparken en noem het maar op. De kleurrijke locaties zijn ook nog eens aan elkaar verbonden met Delfino Plaza, een van de leukste gamehubs aller tijden. Bewapend met een hypermodern waterpistool kun je al springend de wereld verkennen op zoek naar shines, de verzamelbare sterren van deze game. Er zijn weinig spellen die je zo in de vakantiestemming brengen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het verhaal. Als een kloon van Mario heel Delfino Island bedekt onder de inkt, wordt Mario opgepakt en naar de rechtbank gesleept door de openbare aanklager van Delfino Island. Ach ja, niemand speelt Mario Games voor het verhaal, toch? De vakantie is ook het ultieme moment om je backlog wat bij te werken. Iedereen heeft wel een paar van die verhalende games die al jaren op je pc of console staan, maar waar je buiten de vakanties om gewoon niet echt de tijd voor hebt. Van al die verhalende games heeft de Uncharted-reeks het meest een vakantiesfeertje. De archeologische speurtochten van Nathan Drake brengen je namelijk naar een hoop zonnige oorden. Als je een beetje lui bent, kun je met Uncharted toch nog op een actieve vakantie. Ieder deel van Uncharted leent zich hier even goed voor uit, dus kies lekker zelf welke je aanslingert. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je niet te veel uren in games wil pompen in je vakantie, maar wel gewoon even wil ontspannen. Dan is A Short Hike een perfecte keuze. Dit spel is al talloze keren op lijstjes als deze verschenen, omdat het gewoon een van de meest relaxte indie games ooit is. Je speelt als een schattig vogeltje dat voor het eerst uit het nest is gevlogen en last heeft van wat heimwee. Op het eiland waar het vogeltje is beland, probeert de vogel de hoogste bergpiek te bereiken. Tijdens deze klim ontmoet je een hoop schattige personages en er is een hoop te doen op het eiland. Het is heerlijk om rondom je berg je vleugels te spreiden en over de hele wereld te zweven. Je kunt de game in een paar uurtjes uitspelen, maar waarschijnlijk ben je zo lekker aan het vliegen dat je er vast wel wat langer zoet mee bent. Een bloederige vakantie is misschien niet wat je voor ogen hebt, maar het kan ook echt enorm leuk zijn. Nou ja, in de game dan. Al sinds de eerste Dead Island 2 trailer verscheen in 2014, keken fans van deze zomerse zombie game uit naar dit vervolg. Passend genoeg leek de productie van de game op sterven na dood te zijn. Jarenlang was er maar weinig bekend, maar dit jaar is die dan toch verschenen. En het mooie is, de game is nog goed ook. Wij belonen de game met een score van 85, want Dead Island 2 is op ieder vlak beter dan zijn voorgangers. Je hoeft je niet eens in te smeren, want als je onder het bloed zit, kun je toch niet verbranden. Een rustiek leventje waarbij je akkers omploegt, vredig over je land uitkijkt en je boerderij op rolletjes loopt. Nou, wie wil dat nou niet? Dit is geen speech van de BBB of iets, maar dit is wat Stardew Valley voor je in petto heeft. In deze boerderij-RPG erf je een boerderij van je opa. Die besluit je vervolgens op te knappen en nieuw leven in te blazen. En voor je het weet heb je een prachtig boerenbedrijf. Van stallen bouwen en vissen tot het ontwerpen van je interieur. In Stardew Valley doe je alles lekker op je eigen tempo. Daarom is het eigenlijk de perfecte comfortabele bezigheidstherapie. Als je de stress van voor de vakantie even achter je wil laten, ja, dan is dit de ideale game. Bij relaxte games denk je waarschijnlijk aan Stardew Valley of aan games als Minecraft en Animal Crossing. Maar ja, Stardew Valley, daar hebben we het net over gehad. En die laatste twee die vallen eigenlijk een beetje in dezelfde categorie. Daarom zetten we een andere relaxte game even in het zonnetje. Golf Story. In deze golf RPG speel je als iemand die alles opgeeft voor zijn droom om professioneel golfer te worden. Dat doe je niet op saaie golfbanen, maar in de meest absurde omgevingen. Spookhuizen, prehistorische golfbanen, bergpieken, ga zo maar door. Er is zelfs een herenclub waar je aan absurde regels moet voldoen om te mogen spelen. Overal in de wereld kun je je golfclub erbij pakken om een bal in de verte te rammen. En vaak vind je dan ineens een verstopte hole of een nieuwe missie. Het golven speelt verrassend lekker weg, zelfs als je niet zo van golfgames bent. Door de vreemde omgevingen met telkens subtiele veranderingen gaat het echt niet vervelen.
Als deze game je geen vakantiegevoel geeft, dan gaat er echt iets mis. In The Tourist speel je namelijk letterlijk als een, ja, toerist die op vakantie gaat. Je bent op reis naar de Monument-eilanden, maar daar liggen een hoop geheimen verborgen. Het eiland heeft exotische locaties, diepe grotten en overal geheime gangetjes en paadjes. Natuurlijk zijn er ook feestjes en arcadehallen om je mee te vermaken. Handig voor als je even de simpele toerist wilt uithangen. The Tourist is een heerlijke, sfeervolle puzzelgame met een prachtige visuele stijl en het barst van het vakantiegevoel. Er is nog een game met een schattige stijl waarbij je al puzzelend de geheimen van een exotisch eiland ontdekt. The Tourist werd vaak met Zelda vergeleken vanwege de puzzels in de game. Maar wat is er nou beter dan Zelda-achtig? Ja, precies, Zelda zelf. Veel van jullie zijn nog druk met Koroks wegschieten met raketten, maar er is een game met meer vakantiegevoel dan Tears of the Kingdom, namelijk Link's Awakening. In deze dromerige Zelda-game hoef je geen prinses te redden uit de klauwen van een demonisch monster en er dreigt niet eens een apocalyps. Link heeft dus voor de verandering een minder stressvol avontuur. In The Legend of Zelda Link's Awakening verken je Koholint Island om erachter te komen waarom het sfeertje er zo vreemd is en wat er in dat gigantische ei bovenop de berg zit. Het antwoord is even vaag als de vraag, maar dat weerhoudt Link's Awakening er niet van om een heerlijk, comfortabel avontuur te bieden. Het porseleinen stijltje van de remake helpt daar ook enorm bij. Mocht je liever de oorspronkelijke versie aanslingeren, dan kan dat natuurlijk ook. Die kun je met een Nintendo Switch online abonnement spelen via de Game Boy app. Mocht je nou geen zin hebben om alleen te gamen, dan gaat Sea of Thieves je het gevoel van een vriendenvakantie geven. Als je op je vriendenvakanties schatten zoekt en schepen plundert natuurlijk. In Sea of Thieves kun je vanuit het comfort van je eigen huis de virtuele rumfles openen, de zeilen hijsen en de wilde zeeën trotseren. En dat allemaal zonder de risico's van scheurbuik, verloren ledematen of een kanonskogel tegen je hasses. Het helpt ook dat de game er prachtig uitziet. Met name het water heeft in geen enkele andere game zo mooi gestraald. Hopelijk ken je wat piratenliederen, want als je met je vrienden op zee bent, ga je uit volle borst meezingen. Of je nou naar de Himalaya, de Verenigde Staten, Cuba of een tropisch eiland wil, in Far Cry kan het allemaal. Of ja, een fictieve versie van deze locaties natuurlijk. In iedere Far Cry game bezoek je weer een andere prachtige plek, die je dan als grote open wereld kunt verkennen. Zoek dus je favoriete locatie uit, kijk welke Far Cry game het is en ja, start hem lekker op. Daarbij moet je wel houden van een hoop geknal, want Far Cry is niet het vriendelijkste spelletje. Maar ja, sommige vakantiebestemmingen kunnen ook wel wat actie gebruiken. Het ziet er misschien wel wat zonniger uit, met hier en daar een ontploffingje. Up there, way up in the skies, you thought you had your finger on the trigger. But down here. You hit the ground. Dat waren ze dan, 10 geweldige vakantiegames. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete vakantiegame is. En druk dan gelijk even op het duimpje omhoog en de abonneerknop.